Hoe is dat een WK in eigen huis? Ja, dat is echt super gaaf. We hebben er heel veel zin in. We hebben er afgelopen jaar naartoe gewerkt. En we kunnen nu, dit is de laatste krachtmeting op het gebied van onze Scud 18. Alle beste landen zijn hier. Dus het wordt een mooie uitdaging. Ja, want dit is de hoeveelste keer dat jullie meedoen aan het WK? Dit is voor ons de derde keer dat we meedoen aan een WK. En de eerste twee keer, hoe ging dat? De eerste keer was in Canada, toen voeren we net samen. Toen waren we tiende geworden. Vorig jaar in Australië zijn we vierde geworden. En dit wordt dan ons derde WK samen. Dus tiende, vierde, ja, wat moet je dan op je derde keer worden? Eerste. Nee. Ja, nee, we moeten realistisch zijn. Australië en Engeland zijn supergoeie zeilanden, hebben heel veel ervaring. We kruipen wel steeds meer naar ze toe. Na Engeland en Australië komt er een pool van vier landen die ongeveer gelijkwaardig zijn. En daar strijden wij in mee. Dus als we derde zijn, dan zijn we heel blij. En de medemblikse omstandigheden, is dat in jullie voordeel of... Ik weet het niet zo goed. Op zich kennen wij het water hier wel redelijk. Maar het blijft hier zo onvoorspelbaar ook qua winddraaiingen. Het zou een klein voordeel kunnen zijn. Wanneer zijn jullie tevreden? Wanneer zijn wij tevreden? Ja, we willen zeker met de top meevaren hier. Dat is toch wel ons doel. Vorig jaar zijn we ook derde geworden op de Delta Lloyd Regatta. Dus het zou natuurlijk heel mooi zijn als we dat weer kunnen herhalen. En als we inderdaad realistisch zijn, dan kunnen we gewoon in de top meevaren.